Welkom bij deze video, ik ben Raymon, jouw thuissportspecialist. In deze video laat ik je weer één onbekende oefening voor de onderarmen zien die je zelf thuis kunt uitvoeren. De oefening die ik je vandaag ga laten zien, dat is de... Ik heb geen flauw idee hoe je deze oefening noemt. Deze oefening, dat heb ik gevonden in een online PDF-boekje. De oefening die komt al uit 1932 en vroeger werd die gebruikt om de kracht in je pols te meten. Bij deze oefening heb je een schep, een stok, een bezem, een grondboor of iets dergelijks nodig. Ik zou een schep adviseren en ik zal je zo vertellen waarom. De oefening is vrij simpel. Je pakt de schep of je stok bij het uitdraaien van de veen. Zorg dat mijn pols in een rechte lijn is, niet gebogen of in ieder geval een andere kant op gebogen. En ik zorg dat mijn elleboog niet op mijn knie steunt of leunt of iets dergelijks. En ik hou de schep recht voor me uit. Dit is het. Dat is het, wou ik zeggen. Wat ik wou zeggen, als die nou te zwaar wordt, kan je hem natuurlijk ook dichterbij pakken. En wil je hem nog variëren, dan zal ik. En om de oefening zwaarder te maken. Om de oefening zwaarder te maken, kan je altijd iets van de bak rijst of een gewichtje erop leggen. En dan wordt die aanzienlijk zwaarder. Vond je dit nou een leuke video? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren en kun je ook zien waar dit kanaal over gaat. Tot de volgende keer!